Echt heel serieus. Dan krijg ik altijd zo'n heimwee als ik dat soort dingen hoor. Naar mijn jeugd. Ik kom uit een arbeidersgezin hier in Den Haag. En toen lag alles lekker ongenuanceerd en duidelijk. Daar heb ik soms heel erg veel heimwee naar. Want je gaat studeren en al die nuances en zo. En daarom ben ik eens een keer een dagje weer op zoek gegaan naar de basis. Ben ik gegaan naar een Haagse koffietent. Hoef ik hier bijna niet uit te leggen. Maar een koffietent, hè, dat is een houten keetje van 5 bij 6 meter. En dan passen alle problemen van de wereld, die passen daarin. En die worden door de arbeiders met een bakkie pleur eventjes opgelost en geanalyseerd. In een paar seconden, hè. Ja. En toen ben ik gegaan trouwens. Toen ben ik gegaan naar Koffiehuis Dick. Koffiehuis Dick, of naar Koffiedik gingen wij vroeger altijd. Noemden wij Koffiedik. En daar is ome Dick de baas. En toen ik daar binnenkwam in die koffietent, dames en heren, hadden ze het over het voetbalvandalisme. Ik bestelde bij ome Dick een bakje pleur en een kano. U weet wel, zo'n langwerpige gevulde koek die volgens ome Dick kano's heette, omdat ze oorspronkelijk zijn bedoeld om mee in de koffie te roeren. Dat niveau ongeveer, hè? Ja. Ik luisterde naar de arbeiders die bezig waren met het voetbalvandalisme. Het voetbalvandalisme was een kwestie van te veel aandacht. Dat tuig krijgt veel te veel aandacht. Ze kennen in Den Haag de thee aan het eind niet zeggen, hè? Veel te veel aandacht. Ze krijgen vooral te veel aandacht, zei ome Dick, van Studio Sport. Van die 2 biljartballen van Studio Sport. Die moest eens ophouden met uitzenden van dat geraas op die tribunes, dat soort beelden. Nee, alleen maar beelden van het voetballen. En ging dat getest en dan toch nog door met speerwerpen, trainen slopen en scheidsrechters verbladen. Dan zat er niks anders op dan het hele zootje geregeld tegen de muur te zetten. En als ook dat niet hielp. Dan zat er niks anders op dan het hele betaalde voetbal maar eens af te schaften. Ja, af te schaften, ja. Ze hebben wel eens een theetje over en die flikkers dat het is. Afschaften. Ja, zeg, zo met ik, dat is inderdaad waar, want die betaalde voetballers die verdienen schandalig veel. Dat het ergens eigenlijk toch best wel een beetje begrijpelijk is dat een handjevol lefgozertjes met een uitkering af en toe de boel in elkaar slaat. Niet dan? Ja toch? Hey? Daarna begonnen ze over AIDS. Dat kreeg je van bijen. Klaar. Gat in de ozonlaag. Harry, dat is er altijd al geweest, dus dat trekt vanzelf wel weer dicht. Zo niet, dan verzinnen ze er wel wat op. Ik zeg, wat verzinnen ze dan? Wat verzinnen ze dan? Nou, grote spuitbus met ozon of zo. Dat trekt vanzelf al weer dicht. Politie heb je geen reet, dan als je ze nodig hebt, dan zijn ze er niet. Yes, zegt ome Dick. Yes, dat klopt. Yes, ja. En daarom heb ik Boef aangeschaft. Hij wees op een grote bruine hond die bij het horen van zijn naam in de hoek van de koffietent zijn oren spitste. Dit, zegt ome Dick, is Boef. Een originele Alaskaanse saledehond. En die ruik wat van men is, en als je er al zit, gerpt hier. Dus ik ging wat voorzichtiger zitten, dames en heren. En ome Dick die zei opeens, hij kent ook kunstjes. En die hele koffietent, zeg, Toon van de gemeente Reiniging en de man die de leesportefeuilles rondbrengt, die gingen allemaal meteen de krant lezen. Die kwamen al jaren in dat koffiehuis, die kennen al die klote geintjes al. En ik was de sigaar. Ik zeg, wat kent die pokkenhond van je dan, jongen? Ome Dick zei, nou, dan moet je eens opletten, Harry. Hij pakte een Maria-kaakje van achter de toonbank en hield dat voor die neus van die husky. En hij zei, kijk eens, Boef, een koekje van Hitler. En dat beest bleef zo zitten, zo. En vervolgens begon ome Dick heel pesterig met dat randje van dat Maria-kaakje op die natte neus van die husky te timmeren. En dat beest kwellen en kwellen. Maar hij vrat het koekje niet op. En dan moet je opletten, zegt ome Dick. Kijk eens, Boef, een koekje van Beatrix. Bij Bea had hij het kaartje op te pakken. En bij Trix zat hij klaar voor het volgende kunstje. Hij kan ook doodvallen, zegt ome Dick Frans. Als dat zou kunnen, zei Toon van de gemeente Reiniging. Ken dat pokkenbeest een koffie zetten, zegt die man van de leesportefeuille. Staan een half uur droog, erkel. Nee, zegt ome Dick, dat kende hij niet. Dat mocht ik hem nog eens leren. En ome Dick schenkt een bakje in voor die man van de leesportefeuille. En zegt, waarom ben jij trouwens zo laat, joh, puntmuts? Normaal ben je altijd een half uur eerder. Zegt die man van de leesportefeuille, haal op, scher uit, joh. Gisteren in de Rijke Werken heb ik 2 portefeuilles verwisseld. In de Vogelenbuurt. Gaan die Rijke Werven leggen bellen? Die hebben geen flikker te doen, die gaan dan leggen bellen. En dan moet ik op het matje komen op het hoofdbureau van de portefeuille. Nou, afijn, je weet waar het ligt. En ik zeg ineens van, ja, ik wou er een beetje bij horen. Ik zeg van, ja, dat weet ik ook waar dat ligt. Dat ligt aan de andere kant van Den Haag, aan de Beatrixlaan. Nou, ome Dick, die begon keihard Hitler, Hitler, Hitler te roepen, zeg.
1000 woningen zoeken in 20 seconden, joh. Dat ging zo, dat ging zo. Ik had net bij ome Dick een nieuwe kano besteld. Toen ome Dick zei tegen de man van de leesportefeuille: hoe hoog is nou een gemiddelde kamer? Zegt die man van de leesportefeuille: 2,5 meter. Wat gebeurt er, zegt ome Dick, nou in die bovenste halve meter? Loopt daar wat rond? Hangt daar een babyboxje of zo? Nee. Dus mijn voorstel is om van alle huizen een halve meter af te halen. Dan hou je op een flatgebouw van 10 verdiepingen, 10 keer een halve meter is 5 meter over. Is ruimte voor 2 nieuwe woonlagen. Keer 10 gebouwen is 20 nieuwe woningen. Maal 1000 flatgebouwen die staan er is 20.000 nieuwe woningen. Klaar. En ik zei met mijn stomme kop om erbij te horen. Ik zeg van: jongens, maar wie gaat dat betalen allemaal, jongen? Die plafonds omlaag en die vloer omhoog en zo. Andersom, weet ik veel. En toen werd het stil, zeg, in die koffietent. Het ging namelijk over geld. Dat moet je nooit doen. Het werd loodst. Ze betaalden geen flikker allemaal. Niks. De helft van hun geld verdween al naar de belastingen en de andere helft in de Bermuda-driehoek van het huishoudboekje. Ze betaalden geen flikker. En nou moet ik zeggen: ik betaal helemaal geen ruk. Ik heb dat hele plan voor ze verzonnen. Ik krijg geld van ze. Zijn ze gek geworden om mij geld te vragen? Nou, en daarna ging het maar door en door en door over geld. Op een gegeven moment begonnen ze zelfs over de vormgeving van het Nederlands bankbiljet. Hoe onze flapjes eruit zagen. En ome Dick zei: nou, vroeger was het ook niet uit soeps, maar toen waren ze tenminste consequent. Toen stond er op elk flapje, vanaf het verfje tot het duizendje, een oude lul uit het jaar nul. Maar tegenwoordig haalt ineens die oude lullenparade halverwege het 25 op. Weg baardapen, hè? Dan krijg je ineens een bloementuin. Dan komt er een loofvogel voorbij, hè? Die stoot zijn harsjes tegen een antieke vuurtoren, hè? Wat is dat voor een beleid, joh? Ik kan er niet mee voor de dag komen in het buitenland met dat monopoliegeld, hè? Zelfs in België is het nog beter geregeld, jongen. Daar staat Badenweg gewoon met zijn giegels op de bank. Dat moesten ze bij ons ook doen. Nee, Badenweg niet. Beatrix natuurlijk, hè? En Beatrix moest er niet zo laf op als op de gulden. Wat stond ze daar laf op, Beatrix, zeg? Dat ze zo om zo'n hoekje kijkt. Ken je dat? Met zo'n kop van: ik vind het eigenlijk te weinig om op te staan. Zo staat ze op. Als die piek nog even doordevalueert, ben ik pleiten. Zo staat ze nog. Hè? Hè? Nee, Beatrix moest recht op het bankbiljet. Tegen, zegt de man van de leesportefeuille. Hartstikke tegen. Want zo'n Beatrix gaat op een gegeven moment namelijk dood. Het spijt me, maar ze kent dood. Of ze geeft de scepter over aan dat racecoureurszoontje van dat. En dan kunnen we opnieuw gaan leggen drukken. En dat kost geld. En dat kan nooit de bedoeling van geld zijn dat geld geld kost. Dus wij zeiden: ja, wat moet ze dan, jongen? Nou zit die man van leesportefeuille. Mijn voorstel om daar cijfers op te zetten. Alleen maar cijfers. Het gaat met geld op cijfers. Cijfers revalideren, ook die devalueringetje niet. Cijfers blijven cijfers. Cijfers top. Dus ik zal even een voorbeeldje geven op een briefje van Vef. Een Vef? Op een briefje van Tina. Niet dat ze je bek, maar we snappen het wel. En ome Dick zegt: dat is een belachelijk beleid, jongen. Alleen maar een vijfje op het vijfje, jongen. Gekkenhuis, jongen. Dat is vraag om vervalsen, jongen. Ze zitten er een één voor één klaar, zijn ze. En die man van de leesportefeuille zegt: ben je een beetje goed uitgeslapen, hè, ome Dick? Hey, hè? We hebben eens gehoord van een briefje van 15. Gek dat je er zit, hè? En Toon van de gemeente Reiniging die zei: nou kijk, als je toch aan het vervalsen bent, kan je beter die 1 erachter gooien. Je hebt hier meteen een briefje van 51. Hè? De discussie liep hoog op tussen Beatrix en cijfers. Hè? En elke keer als het woord Beatrix viel... die hond met zijn kop in de pan met gehaktballen, hè? En pas toen die husky braakgeluiden begon te maken, kwam de confident erachter dat het misschien wel beter was geweest als ze Hitler op het Nederlands bankbiljet hadden gezet. Lekker ongenuanceerd, hè? Ja, maar ik vind het toch wel leuke mensen, hoor. Leuker als daar, eerlijk gezegd. Hè? Ze zijn namelijk eerlijk, nooit hypocriet. Daar hou ik van. He, als ze daar bijvoorbeeld ze sterven van het geld, dan zeggen ze heel vaak van: geld maakt niet gelukkig.
En daar zeggen ze gelukkig maken ze geld. Veel leuker, veel leuker. Als ze daar ruzie hebben, zeggen ze van ik kan met die en die niet zo erg goed overweg. En daar zeggen ze, als die en die in brand vliegt, ga ik er best aan kijken. Dat vind ik heilig. Hè? Maar u moet nou niet denken, hè, dat ik altijd maar loop mee te slijmen met die arbeiders, hoor. Nee, dat moet je niet denken. Ik grijp best wel eens in. Als ze te gek maken, dan zeg ik wel eens van, jongens, kan het nou niet een beetje genuanceerder allemaal? En dan zeggen ze altijd, Harry, blijf even zo staan, dan gaan we de sperkers halen. Nou, daar heeft zelfs Jezus Christus geen applaus voor gehad. Ja, altijd de tijd. Dat vind ik zo leuk, jongen. Ze hadden daar zelfs toen ik er zat zoveel tijd dat ze met z'n allen over de tijd gingen adelhoeren. Dan moet je een partij tijd hebben, jongen. Hey. Dat begon met een vraag van ome Dick aan mij. Ome Dick die zegt, Harry, hoe laat heb jij het, man? Zeg, ik heb het 2:30. Zegt Toon van de gemeente Reiniging, ik heb het anders 3:30. En de mijne loopt gelijk. En ome Dick zegt, waarom zou die van jou dan gelijk lopen? De mijne loopt gelijk, zegt Toon, want dat is een swats. En ome Dick zegt, waarom zou een swats gelijk lopen? Swatsers lopen gelijk, zegt Toon, want die zijn geëk. En waar, zegt ome Dick, waar haalt dan die ekken de tijd vandaan om die swats van jou te ekken, ekkel, hé? Ja, zegt Toon, waarschijnlijk heb zo'n ekker zelf ook een swats. Nou, dat vind ik flauw. Wat ik me afvraag, zegt ome Dick, is waar haalt zo'n ekker de tijd vandaan om de allereerste swats te ekken? Dat vraag ik me af. Ja, zegt Toon, dan vraag je me wat. Waarschijnlijk hebben ze daar in Zwitserland in die swatsfabriek hebben ze gewoon 002 gebeld. Ja, dat vind ik een flauw verhaal, zegt ome Dick. En trouwens, dat hele 002, dat doet geen kalote van. Niks. Geen bal. Ik bel dat wel eens op, dat 002. Dat doet geen reet van. En wij zeggen, waarom dan niet, joh? Hij zegt, dan bel ik dat op en dan krijg je zo'n mokkeltje aan de lijn. Zo'n mokkel, en die heeft geen flikker te doen, dat wijfje. Die zit dan nagels te vijlen of zo. En zo'n wijfje roept nou wat. Ja, zo'n wijfje roept bijvoorbeeld, zegt ome Dick. Het is 27 minuten en 7 seconden. Ik zeg, nou in, dat kan toch? Hij zegt, nee. Want tegen de tijd dat dat mokkeltje heb gezegd, het is 27 minuten en 7 seconden, is het al 27 minuten en 11 seconden. Want ze heeft 4 seconden nodig om te zeggen, het is 27 minuten en 7 seconden. Goed, het gaat me om 4 luizige seconden, maar met schaatsen met een gouden plak kwijt, hoor. En wij zeiden allemaal, ze zeggen daar niet de hele dag van, het is 27 minuten en 7... Nee, dat zegt ome Dick, dat weet ik ook wel. Het was maar een voorbeeldstuk schimmel dat je daar zit, zeg. Nee, zeg maar rustig, ze zeggen daar, ze zeggen daar, bij 02 zeggen ze, bij de volgende... Is het zussen zo en zo laat? Zeg ome Dick. Toch deugt het ergens niet. Dan bel je de tijd op om te horen hoe laat het is. Krijg je te horen hoe laat het na een tijdje, na een bepaalde toon in de toekomst gaat leggen worden. Als ik 02 bel, wil ik meteen weten hoe laat het is. En wij zeiden, joh, dan trek je er toch 4 seconden van af, zeg. Dat zal me helemaal gebeuren, zeg ome Dick, zeg. Dan ben ik een kwartje kwijt om de derde te bellen. Krijg je een rekensom op, rot is lekker op. Als ik de tijd, wil ik meteen weten hoe laat het is. Nu laat het ook. En wij zeiden, denk nou aan je hart, jongen. Geef het nou eens toe. Op de toon loopt 002 gelijk. Zeg ome Dick. Toch deugt het ergens niet. Heb je er bijvoorbeeld wel eens over nagedacht? Hoe lang zo'n toon erover doet? Om van de centrale bij de abonnee te komen, hè? Dat kost ook allemaal tijd. Dat las ik laatst in de Panorama. Geluid kost tijd. Dus dat is met de pieptoon ook. Hè? En toen zegt Toon, dacht je dat ze daar bij 002 niet over na hadden gedacht? Ze sturen die toon gewoon wat eerder weg, zodat ze op tijd aankomen allemaal. En ik zeg, dat ken nooit. Dan zouden ze een toon naar Maastricht eerder wegsturen dan een toon naar Hilversum. En dat doen ze ook, zegt Toon. Dat is computer gestuurd, jongen. Al die tonen gaan op tijd de deur uit, het hele zootje komt op tijd halen. Echt waar. En ome Dick die werd kwaad, die zegt, hoe weet jij dat nou toch allemaal, joh, puntmuts, dat je er zit, jongen. Nou, zegt Toon, rustig aan, jongen, ik zit vaak op de weg. En waar ik nou ook zit, Maastricht, Den Helder of Middelburg, op de toon loopt overal 002 gelijk. En dan zit je erin, zegt ome Dick. Hoezo, zegt Toon, ik zit nergens in. Je zit erin, zegt ome Dick. Waarom leg jij overal 002 te bellen?
Die zwats voor jou liep toch lek, hè? En dat was leuk, want er kwam ook toen, daar zat nog een arbeider binnen, zeg. Een joekel van een arbeider, nog van voor de oorlog, denk ik. Die gozer had geen corduroy pak aan, nee, nog een Manchester pak. Van voor de oorlog, jongen. Met twee van die leren stukken, weet je wel, en zijn platte pet op, sigaren in zijn harsjes. En die gozer, die kwam echt zo binnen, zo, dat ik even dacht, arbeiders ontwaakt, maar niet allemaal tegelijk, weet je wel. Het was een joekel van een arbeider, echt, hè. Maar ik dacht, nou ga ik die arbeider eens lekker zitten observeren. Kijken wat zo'n man van voor de oorlog nog vindt van onze samenleving. Weinig kans. Die gozer komt regelrecht op mij af, zeg. En die zegt tegen mij. Dan geeft hij zo'n vraag zo'n vriend. Ga even liggen hier in het midden op. Kinderachtig, zegt Den Haag. Die man heeft toevallig een hazenlip. En dan ha. Kinderachtig, zeg. Had die man daar nog een goede mop verteld of zo? Maar die zegt alleen maar, is die stoel naast jou vrij? Wat hebben we nog, zeg. Zwaar onder de maat, Den Haag. Ik kan me voorstellen dat er mensen intussen zijn die helemaal niet lachen en die zeggen van... Terecht, voor mij hoeft dat niet, zo'n hazenlip. Ja. Nou is het wel een functioneel verhaal over een hazenlip, dat moet ik toegeven. Maar toch. Ja, vreselijk. Nou, omdat de televisie erbij is, is het misschien wel leuk om erover te stemmen. Zullen we dat doen? Ik kan hem namelijk met een hazenlip spelen of zonder een hazenlip. Met een hazenlip is wat leuker, maar het kan ook zonder. Hè? Goed, dus aan jullie de eer. Ik breng eerst in stemming wie voor met een hazenlip is, goed? Dus wie daarvoor is, je roept maar wat, joh, of hooi, of oké, ja? Nee, niks ervan, ik breng het officieel in stemming. Wie is voor met een hazenlip? Hey. Nee! Dan kan je nog beter een hazenlip hebben dan een hazenlip. Wie is er tegen met een hazenlip? Ja. Je klinkt anders normaal, hoor. Maar je bent in je eentje, sorry. Nou, Nederland heeft het ook gezien. Het was een eerlijke stemming. De meerderheid is voor, dus ik speel hem met een hazenlip. Goed. Maar niet achteraf gaan lekker zeiken, hè? Ik heb geen zin om volgende week met 7 woedende hazenlippen bij Sonja Baken te zitten. Hazenlip en geen gezeik, hè? Dus die gozer komt binnen en die komt op mij af en die zegt tegen mij... Daar is niet zo naar. Ah, lach maar, jullie zijn normaal, hè? Die gozer zegt tegen mij, ik doe maar dan. Dus ik zeg, dat is al de derde keer, joh, ga zitten. En die gozer gaat zitten en die zegt tegen mij, hoe heet je? En ik zei, Harry, want om nou direct te gaan liegen tegen iemand met een hazenlip, dat vind ik zwaar onder de maat. Dus ik zei, Harry, ik zeg tegen hem, hoe heet jij? En hij zegt, ik heet Willem. Ik zeg, nou leuk, Willem. Hij zegt tegen mij, tegen Harry, wil je wat van me gebruiken? Zeg het maar, een bakje pleur, een kanootje of zo. Ik zeg, dan ga je maar een kano. Ik zeg, het gaat hard met die kleren dingen hier zo. Dus die Willem die zegt, Nick, 2 bakjes pleur en 2 kano's. En vlug een beetje schinhengst krijgen. Dus wij krijgen die kano's en die koor. En ik zeg tegen die Willem, ik zeg, wat doe jij nou? En hij zegt, het liefst zo weinig mogelijk. Dus ik zeg, oh, je bent uitkeringsgerechtigde. Dan meen ik niet, ik loop in de steun. Ik zeg, nou, dat is geen vetpot, hè, Willem? Geen vetpot, die steun. Het man afval van mij, Harry. Ik heb er een eigen bedrijfje bij. Zwacht, eigen bedrijf, zwacht. Heb je daar wat op tegen, Harry? Zwacht. Ik zeg, wel, nee, jongen.
Ik zei, wat voor bedrijf je dan? Dan zal ik je zeggen, Harry, wat voor bedrijf die ik heb. Ik ben 3 jaar geleden begonnen. Toen heb ik een bakfiets gejat. Je moet ergens beginnen. En met die bakfiets rij ik langs de mensen en haal ik oude kanker, zou je maar zeggen. Dus ik zal maar zeggen, oude ijskwastjes. Oude stofzuigers. En die oude van die, hoe heette die ook alweer? Dick? En ome Dick die zei, sapcentrifuges. Weer een nieuwe ijskast. Of van 3 arme stofzuigertjes een nieuwe stofzuiger. Of van 3 stof... Dat lijkt me geinig beroep. Technisch beroep moet je goed je kop bijhouden. Dat, ja, dat klopt, jongen. Ik heb laatst eens een keer een stofzuigermotortje in een ijskast gezet. Toen heb ik de stekker erin gedaan, kreeg de deur niet meer open. Hè? Je moet dan even denken. Ik zeg, god. Ik zeg, nou, ik zeg een leuk bedrijf voor Willem. Ik zeg, geinig verhaal. Hij zegt, nog niet afgelopen. Ik zeg, oh. En dan laat was ik namelijk mijn hele bedrijf 2 dagen kwijt. Ik zeg, ik ken nooit een bedrijf 2 dagen kwijt zijn. Echt waar. Ik zeg, dat zal ik je uitleggen. Hè. Ik rijd op een mooie dag rijd met die bankfiets. Rijd langs de Van der Vennelaan, zo, hier in Haag. Hè. En ik zie ineens in de verte een agent staan. Met zo'n bek van die bakfiets ga ik er zetten. Lekker aanhouden. Weet je wat? En ik was net lekker aan het zingen. Zo, ik ben zo blij dat mijn neus van voren zit en niet op zeggen. Beetje stammen, weet je wat? En ik denk, daar heb je hem, zeg. Dus ik controleer razendsnel die bakfiets, jongen. En alles klopt, Harry. Alles. Ik zeg, ja, echt waar? Nou, ik had een wit achterlap op. Weet je wat? En die witte, van die reflectoren door mijn trappers en van die kerstboomverlichting door mijn wielen. Afijn, alles wat je tegenwoordig nodig hebt om überhaupt nog te kennen fietsen, hè. Dus ik zat goed. Ik zei, ja, dan zat je goed, hè. Dus ik kom bij die agent dan. Ik denk, ken maar geen flikker gebeuren. Ik zei, nee. Dus ik pijp hoog in. Ik zei, wat zei je dan? Ik zeg tegen die gewoon zo, morgen kloot van jou. Ik zeg, wat zei die gozer? Gozer zei niks. Die begon zijn gek te controleren, jongen. Hij om die bakfiets heen loopt, maar alles klopt, jongen. Dus hij had zo'n rondje gemaakt. Voor de zekerheid begon hij aan het tweede rondje. Ik zeg, nou, dat kan een goede tijd worden, jongen. Was ook zo'n jong agentje, zo'n mager agentje. Maar het is goed dat hij oren had, anders had hij pet hier al. En ik denk, een beetje stangen die gozer. Dus ik zeg, weet je moeder wel dat je met de politie zit, jongen? Ik zei dat toen. Toen zegt die kloot Vio opeens, hè, tegen men. Die zegt tegen men, hem niet aan. Dus ik zeg, logisch natuurlijk, hè. Ik zeg, wat zei die gozer? Die gozer zegt tegen mij, heb je hem niet aan. Ik zeg, nou, sorry Willem, ik kan het echt niet verstaan, het spijt me. En Willem zei, je neemt het toch niet in de maling, hè? Dan zal ik je een cursus hazenlip lezen geven. Ik zei, echt niet, Willem, ik versta gewoon niet. Een behandeling om de venten. Een tentenhulling. Oh, een ventvergunning. Ik zeg, heb je die nodig dan? Ja, anders vraagt die kloot voor jou dan, jong. Ik zeg, een hartje erin. Nee. En toen nam hij alles in beslag, hè. Als ik alles krijg, mijn bakfiets stond er. Ik zeg, en toen? Nou, nee, ik de volgende dag naar het snaphuis en een ding ophalen. Dus ik stond de volgende dag in de rij. Rij 12, weet je wel, een loket van Hunningen. Ik sta er in de rij tussen allemaal klootzakken. En het duurde lang, jongen, het duurde lang. Dus ik zeg tegen mezelf, Willem, oh, wat? Wat? Het gaat om een ja. Dus niet als je aan de beurt bent meteen schelden of slaan. Wat dan? Ik zeg, wat gebeurde er dan? Ik mocht aan de beurt hangen en ik zeg, heel relaxed. Heel relaxed. En dan op met die vergunning. Niet gevraagd. Alleen maar op met die vergunning.
Ik zei, je krijgt hem zeker meteen. Nee. Nee. Weet je wat die vent tegen mij zegt? Ik zeg, ik heb geen flauw idee. Die zegt tegen mij, om een vergunning te krijgen, moet u een gebrek hebben. Wat is een gebrek? Ik zeg, wat zei jij toen, Willem? Hij zegt, ik denk tegen die gozer, nou, Adjame weet ik wel, want jij bent doof. Zeg, en toen, dan die gozer schrijft op, één hazenlip. Punt. Zeg, en toen, toen zegt die gozer tegen mij, wat heb je nog meer? Ik zeg, vuile sadist, ik vind wel willetjes zo, zeg. Ik zeg, en toen, toen zegt die gozer, dan krijgt u geen witwisseling. Ik zeg, hoe kan dat dan? Je kreeg alleen maar een witwisseling als je een zwak hart had of een open rug. Ik zeg, de die vent, leg mij dan eens uit. Hoe je een vogelaar je pakvis tegen een brug omhoog krijgt met een zwak hart of een open rug, man. Die mensen moeten een nest in allemaal. Wij hebben die begunningen nodig, jongen. Ik zei, kreeg je hem toen? Nee, nog steeds niet. Ik zei, dus toen ben je weggegaan. Nee. Nee, en er stond weer zo'n jong ambtenaartje achter die toonbank. Hè? Nou, zo'n jong gozertje. Met zo'n modern rood jasje, ken je dat? Met zo'n herfstbladeren dasje ertussen. Dus ik trek zo... Hup! Dat berkenboompje er zo overheen. En ik zeg, en nou op met die mogelijkheid. Anders geef je een klap op je slotfabriek, hè? Dat je hier morgen ook in de rest hebt voor een vergunning, hoor. Waar dat ze kreeg je hem toen? Nee, nog niet. Toen heb ik zijn brilletje eraf gehaald, daar heb ik zo'n racefietsje van gemaakt, weet je wel. Ik zeg, en toen? Toen kwam de politie. Ik zeg, dus toen heb je vastgezeten. Ja, joh, twee dagen was van denken. Maar ja, daarna, ik zeg, maar dan ben je je hele bedrijf toch kwijt? En dan, nee, bijna kans. Een neef van mij die heeft een zwak hart. En die is voor mij die vergunning gaan ophalen. Belachelijk, hè? Belachelijk. Ik moest hem terugrijden voor op een bakfiets. Hij haalde het niet eens meer. Hij krijgt die vergunning wel en ik niet. Dat belachelijk. Ik zei, nou Willem, dat klopt inderdaad niet. Ik zeg, schijnig verhaal. En Willem die zei, nog wel gelopen. Ik zeg, hoezo? En die agent heb ik ook nog eens een keer teruggepakt. Die kleren, die kloot van jou. Nee, man. Ik zeg, dat vind ik altijd leuke verhalen, agenten terugpakken. Ik zeg, hoe ging dat dan? Hij zegt, hoi, ik sta op de kneuterderg met Prinsjesdag. Op de kneuterderg hier zo. En ik zie in de vechten de gouden koets aankomen. En ineens zie ik die kloot van jou, zeg. Meneer zat op een paard. Heel nuffig zo. Nou. En ik denk, nou grijp ik hem. Maar iedereen bent. Ik zeg, maar er staan toch hekken voor? Je kan er... Nee, verbaal, Harry. Ik zeg, wat heb je dan gedaan? Ik heb mijn handen aan mijn mond gezet. En gezegd, die lul die op dat paard zit, die hoort eronder te hangen. Gaan er zijn lazer. Ik zei, de mensen hebben zeker wel gelachen toen. Hij zei, nou, heel eventjes mij omhalen. Want op een gegeven moment gaat toch alle aandacht naar zo'n vader Koens. Dus iedereen begon te zwaaien naar Beatrix. Dus ik daar als een gek de kamer in. En Willem, die was net te laat, zeg. En kraak, zegt die hond, zeg. Weg die kamer. De kano van Willem weg, zeg. En Willem die zit daar met dat witte bordje, met die kruimeltjes er zo op. En die zegt tegen ome Dick, waar maal ik van? Nou maal ik goed van, jongen. Die vuile pokkenhond, die heeft mijn kano opgegeten, jongen. En ome Dixie zegt, jongen, jij komt hier al lang genoeg in deze tent om te weten dat je hier geen Beatrix kan zeggen. Vol kaakjes weg van ome Dick. En toen staat die Willem op en die zegt, ik wil godverdomme nu een gratis nieuwe kano. Of ik schop die hele keten in elkaar, zeg. En die hebben een stoel te pakken, die Willem zegt, en die wil net gaan slaan. En nog net op tijd zegt ome Dick, wijzend op die Willem tegen die hond, Beatrix, Beatrix. En die hond vliegt die Willem aan, zeg. En die Willem die zegt nog net op tijd, het nou. Hond zitten. En zij schelden op elkaar, joh. Beatrix, Beatrix, Hitna, 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 Hitna. En die hond die werd helemaal gek, jongen. Die wist niet meer wat hij moest doen. En ze stonden, Willem die ging weg, buiten stonden ze nog op elkaar te schelden. Hij zei, je komt hier geen nood meer in. Beatrix, Beatrix, Beatrix. En hij stond buiten van, dan hoeven we ook niet meer ook. Hitna, 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 Hitna.
En Willem die staat daar Hitler, Hitler, Hitler te roepen tegen die hond. Komt er een agent voorbij. Die zegt tegen Willem, wilt u eens goed luisteren meneer, dat is toch schending van de openbare orde wat u hier loopt te doen hoor. Wilt u daar eens mee ophouden? En Willem zegt, moet je nou het nuchtere kleurt van jou. Nou komt vanwege die Hitler, 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 Hitler. Die agent is de laatste keer geweest jongen, dat pik ik niet van je jongen. Hij zegt, moet je nou goed luisteren, dat komt als ik die hond niet, Hitler, 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 Hitler. Willem gearresteerd zegt door die agent. Maar ja, gelukkig was het een ouderwetse agent en die arresteerde die Willem in naam van de koningin. Dus die hond vliegt die agent aan, zeg. Koppel eraf, pet weg, jongen. En wij allemaal naar buiten. Hitler, 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 Hitler. Maar die hond was door het dolle heen. Kwam ook door Willem. Die liep er zo tussendoor. Matrix, Matrix. En toen kwam ik bij die Willem en ik zei, ik vind jou zo'n leuke gozer, joh. Ik zei, je bent die hele kermis begonnen hier zo. Ik zeg, zou je niet eens lekker rustig op je bakfietsje naar huis gaan, jongen? Ik zeg, dadelijk krijgt die agent nog versterking, kom er twee bij. En Willem die zei, dan blijf ik op wachten. Ik zeg, waarom nou? Hij dacht, die hond loopt nu, joh. Allemaal, ga jij dan, joh. Ik zeg, maar wat heb jij er nou aan? En toen zei Willem, nou, Harry, dat moet jij niet zeggen. Misschien kan ik van drie armen nog een nieuw in elkaar zetten.